Goed, als het goed is, ja. Onze tweede gast is de cardioloog Dr. Pranobe Umrao Singh. En als het goed is, is meneer Umrao Singh nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Umrao Singh. Ja, goedenavond. Ik zit hier samen met mijn collega Will Codrington. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Umrao Singh, u bent naast uw dagelijkse werkzaamheid als cardioloog, tevens voorzitter van de Diaspora Medical Team, hè? Ja, dat klopt. En in die hoedanigheid bent u ook betrokken geweest bij het opzetten van dat project in Suriname, namelijk het project om niertransplantaties in Suriname van de grond te krijgen. Dat is correct. Ja. Dat is correct. Als u mij toestaat, zal ik u daar iets chronologisch over vertellen. Ja, gaat u gang. Het probleem van de nierfalen, dus dat de nierziekte zeg maar in Suriname, is natuurlijk een chronisch en al langer bestaand probleem. En wat duidelijk is geworden, is dat de toename van de nierziekte zeg maar exponentieel begint te verlopen. De dialysecapaciteit een beetje op zijn maximum begint te raken. En dat als je dus niet wat doet aan die toename van nierfalen, dat je straks een onwerkbare situatie krijgt, dat mensen gewoon doodgaan omdat ze geen zorg kunnen krijgen. Wij zijn daartoe, om precies te zijn, op 12 augustus 2020 hebben wij een telefoontje gehad met de vraag van: willen jullie ons helpen om dat probleem aan te pakken? En op 13 augustus 2020 is de nefroloog Amar Kunwasi samen met de heer Theo Sharman in gesprek gegaan met ons om, uit te leggen wat het probleem was en met het verzoek of wij ze konden helpen dat probleem op te lossen. Dat hebben wij positief beantwoord. En we hebben gezamenlijk een plan gemaakt met de vraag die vanuit de Surinaamse samenleving aan ons gesteld is door de nefroloog die daar het meest mee betrokken was. En we hebben samen met hem een plan gemaakt. Dat plan is in een PowerPoint-presentatie door die betreffende nefroloog, de heer Punwasi, gepresenteerd aan de delegatie onder leiding van de president van Toki, waarbij onder andere de minister van Volksgezondheid, Financiën, Buitenlandse Zaken, de vicevoorzitter van de DNA was er, ja. De directie van het Sint-Vincentius-ziekenhuis en de directie van het SZF. We hebben het plan gepresenteerd en dat plan is geaccordeerd. En we hebben toen gezegd van oké, wij gaan dit plan uitvoeren. Door alle mensen wat ik net genoemd heb, die daar aanwezig waren, is dit geaccordeerd. En vanaf toen zijn wij wekelijks in gesprek geweest met de partijen en hebben het plan gemaakt. Er is nog een keer een meeting geweest met het SZF over hoe het gefinancierd zou worden. Dat is allemaal geaccordeerd en dat heeft geresulteerd in dat wij eigenlijk de planning zo hebben gemaakt dat er alvast gerecruiteerd zou worden. Dat wil zeggen, dus patiënten zouden gescreend worden door de lokale nefrologen. Nou, toen in december 2020 bleek dat ze daar niet aan toe kwamen, omdat ze het te druk hadden of wat voor andere argumenten waren. In ieder geval, ze kwamen er niet aan toe. Ze hebben gezegd, oké, dan gaan we ook daarbij helpen. En gaan we dus een screeningsprogramma opzetten. En dat heeft geleid tot het plan om een polykliniek te openen in het Sint-Vincentius ziekenhuis. In het plan, wat we hebben besproken in oktober, daar zit dus ons hele plan bevat, wat eigenlijk alles zou plaatsvinden in het Sint-Vincentius. Dus belangrijk om even vast te houden. Ja. Dus alle partijen waren daarvan op de hoogte dat het zo ging gebeuren. En de planning is gemaakt en wij zouden dus de polykliniek meer voor screening voor de niertransplantaties openen op 3 maart. En er komt halverwege januari komt er een protest van een klein deel van specialisten uit het academisch ziekenhuis Paramaribo. En vanaf dat moment is begint het probleem dat wij tegengewerkt werden. Zelfs dat er geadviseerd was om de polykliniek niet te laten openen. Dat is eigenlijk door de president zelf
zeg maar gecorrigeerd en de poortkliniek is geopend op 3 maart 2021. Nou, in het vervolg daarvan moesten er een aantal afspraken gemaakt worden. Die zijn eigenlijk allemaal gemaakt. Maar de tegenwerking werd ja, zodanig dat uiteindelijk toen de president in Nederland was en we hem naar onze beoogde partner voor dit project, het academisch Amsterdam Amsterdam UMC, het Universitair Medisch Centrum, ja, hebben meegenomen, onze partner, dat daar de gesprekken zijn geweest en tot op dat moment was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Daarna is er eigenlijk een situatie ontstaan waarbij de Surinaamse regering heeft gezegd van nou, we gaan toch een ander plan volgen. En ze hebben een eigen plan gemaakt. Ze hebben buiten ons om contact gemaakt met het Amsterdam UMC. En een ander plan gemaakt waarbij wij verder niet betrokken zijn. En daarvoor is er een MOU getekend ergens in december van het afgelopen jaar, dus 2021. Mm-hmm. Tussen het Amsterdam UMC, het Sint-Vincentiekenhuis, AZP en de Surinaamse overheid. En dat is wat ik ervan weet. Maar wij zijn eigenlijk van die nieuwe samenwerking en de nieuwe onderhandelingen en de situatie door niemand officieel op de hoogte gesteld. In feite zijn wij dus in principe ook in ongewisse. En dat is eigenlijk wat de Surinaamse patiënt op dit moment ook ervaart. Want niemand weet eigenlijk precies wat de stand van zaken is en waar het naartoe gaat. Wij weten wel dat wij al bijna een jaar klaarstaan om die mensen te helpen. En dat dat niet heeft kunnen gebeuren. Dat er nu een situatie is waarbij er heel veel onduidelijkheid is. En als ik het goed begrepen heb van u, was de aanleiding voor dit gesprek ook het persbericht van de Nierstichting. Ja. Dat, waar ik het over heb, dat er een onduidelijkheid is. En dat is in feite de stand van zaken op dit moment. En er zou sprake zijn, begrijpen we uit een andere bron, dat de regering graag ziet dat de medisch specialisten van het academisch ziekenhuis Paramaribo in feite ook een belangrijke rol in dit geheel moeten gaan spelen. Klopt dat? Wij hebben daar nooit een probleem mee gehad. Dat was ook, kijk, de nefroloog waarmee we hebben samenwerkt, die zou gewoon met ons meewerken. Dat was geen enkel probleem. Sterker nog, er is ook een overeenkomst getekend met het academisch ziekenhuis, in ieder geval een MOU, waarin we vastleggen dat we gingen samenwerken. Okay. Dus op zich was dat niet zo'n probleem. Dat lijkt mij geen enkel punt. Hmm. De discussie waar het vooral over gaat, is dat een aantal mensen vindt dat het ook in het academisch ziekenhuis de operaties moeten plaatsvinden. Ja. Terwijl in ons plan dat niet zo verwerkt was. Wij hadden daar een ander plan voor gemaakt. En dat was het enige discussiepunt. Maar er is nu een ander plan gemaakt waarbij wij niet meer betrokken zijn. Dus daar kan ik u nu niet zoveel over vertellen. Maar er is nooit sprake bij ons geweest van dat wij niet met het academisch ziekenhuis wilden samenwerken. Sterker nog, de vraag kwam van een nefroloog uit het academisch ziekenhuis. Die hebben wij positief beantwoord. We hebben samen met hun het plan gemaakt. En uiteindelijk, hebben ze daar een andere invulling aan gegeven, laat ik het zo zeggen. Dus als ik u goed begrijp, hebben ze eigenlijk uw plan gebruikt om zichzelf te presenteren als het medisch centrum dat dit gaat uitvoeren? Nou ja, ik weet niet of ze ons plan gebruikt hebben, want ik ken hun plan niet. Dus ik weet niet wat hun plan is. Weet u, kijk, wij hebben een plan dat gebaseerd is op meer dan 20 jaar ervaring in het uitvoeren van complexe operaties in gebieden waar er weinig middelen en weinig aantallen zijn. Dus dat hebben we met de hartchirurgie gedaan toen we daar in 98 begonnen zijn in Paramaribo. Dat hebben we ook op Aruba gedaan. En wij kennen dat verhaal, dus wij weten ook wat het inhoudt, wat betekent, wat het plan moet zijn, wat je moet organiseren. Het is niet alleen maar een operatie doen en de rest niet. Er is een hoop organisatie die erbij komt. En wat ook belangrijk is, is dat je dus wat je wil in zo'n situatie, is dat je daar een structurele en duurzame oplossing wil van een probleem.
als je realiseert dat er 30 dialysepatiënten per jaar bijkomen en je wil niet dat dat doorgaat, dan moet je dus minstens 30 per jaar zeg maar uit die pool halen. Dat betekent dat wij dus ook inzetten op 30 transplantaties per jaar om dat te kunnen uitvoeren. En dat is onderdeel van het plan. Want als je die groei er niet uithaalt, dus aan de ene kant kan je de groei eruit halen door mensen uit de dialysepool te halen en te transplanteren. Aan de andere kant moet je ook natuurlijk aan preventie werken. Dat is een ander verhaal. Daar zijn we nu, as we speak, nog steeds mee bezig om dat van de grond te gaan krijgen. Maar dat uit de dialysepool halen door te transplanteren, zeg maar, dat gaat je uiteindelijk brengen in een situatie waarbij je zeg maar, een voordeel krijgt voor je zorg. En je zorgkosten uiteraard. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de patiënt geholpen wordt en een normaal leven kan geleiden als hij getransplanteerd. Ja, dank u voor uw inleiding. U heeft chronologisch eigenlijk precies geschetst hoe de situatie is. Ik was op dat moment dat gebeurde in Suriname, was ik in Suriname. Iedereen was enthousiast. Ik ken mensen die op die wachtlijst staan, waarvan er inmiddels één al is overleden. En de familie en alles was in gereedheid om hiermee aan de gang te gaan. En ik word verdrietig van het feit dat wat u nu vertelt precies schetst wat er in Suriname zo fout gaat. Want er is vanaf het begin was het duidelijk, en ik heb die presentatie ook meegemaakt, dat een aantal key-personen in Suriname liever wilden dat deze hele organisatie op een andere plek plaatsvond, het academisch ziekenhuis. Het niet correct is, moet u me corrigeren. Maar nee, die tegenwerking van waar wij altijd als zogenaamde diaspora aan willen meewerken, dat wordt nu weer heel duidelijk dat er binnen de Surinaamse gemeenschap in de medische sector niet de bereidheid is om samen te werken. Klopt dat, mijn opmerking? Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat je zich moet realiseren dat dat niet over de hele medische sector gaat. Nee, precies. Er is een kleine groep van mensen die actief tegenwerkt. Maar er is ook een hele groep van mensen, collega's, die heel graag willen om samen te werken. Oké. Okay. Dus laten we niet, alsjeblieft niet iedereen over één kap scheren. Ik denk dat dat probleem dat niet zozeer telt. Kijk, wij hebben dit plan opgepakt omdat wij er ook in geloven dat wij met onze Surinaamse roots moeten helpen met onze kenniskunde en ervaring om het land zeg maar vooruit te krijgen. Oké? Dit probleem is onderkend door onze collega's daar. Ze hebben ook al jaren, meer dan 15 jaar geprobeerd om zoiets dergelijks op te zetten. Het is niet gelukt. En dat komt niet zozeer omdat zij onkundig zijn. Dat komt omdat er een gebrek is aan een hoop, laten we zeggen, tijd, geld, ervaring, deskundigheid, netwerken, allerlei dingen die wij wel hebben. Ja. Los van het geld. Maar we hebben natuurlijk wel een heleboel meer ervaring en een grotere netwerken die wij kunnen inzetten van mensen die ons willen helpen om die dingen van de grond te krijgen. En omdat wij die ervaring hebben, lukt het ons wel om zo'n organisatie binnen korte tijd op te zetten, een solide plan neer te zetten om tot een duurzame en structurele oplossing te komen. En dat is precies, zeg maar, waar wij als diaspora mee kunnen helpen. Die ervaring, de deskundigheid, die dat er voor een deel bestaat in Suriname, maar die aangevuld moet worden. Er zijn gewoon, het ontbreekt gewoon aan kader. En het geldt niet eens alleen voor de medische sector, het geldt voor eigenlijk alle sectoren in Suriname. Voor bijna alle sectoren geldt het dat ze daar gewoon een tekort hebben aan deskundigheid en dingen om dingen van de grond te krijgen. Maar als het er is, wat wij hebben gezegd. Maar als het er is, als u het aanbiedt en u bent daar, want dat is waar ik naartoe wil. En deze groep heeft gescreend, alles is klaar. Waarom lukt het dan nou niet om dan uiteindelijk dan door te pakken? Want ondertussen worden de patiënten de dupe. Dat is dus ook een beetje ons probleem, want wij zijn in heel nauw contact met de patiënten. We hebben de mensen gescreend, inderdaad, zoals u aangeeft. Ja. Is er inderdaad iemand al overleden op die wachtlijst? En is er een andere zijn donor kwijt, omdat er andere omstandigheden zijn? We zijn een jaar verder. Dat betekent dat er ook werk wat we toen gedaan hebben eigenlijk overnieuw moet gebeuren. Dus wij delen ook diezelfde zorg.
En het is ons ook onduidelijk, zeg maar, waarom er gekozen is voor een andere oplossing. Ik wil daarbij even vooropstellen dat wij, zeg maar, als artsen, zijn voor elke goede oplossing. Dus als het kan en als we in staat zijn om het te doen, dan juichen wij dat toe. Wij willen liever dat ze vandaag beginnen dan morgen om, zeg maar, dit probleem te adresseren. Als zeg maar, onze actie geholpen heeft om hun een idee te geven om het te accelereren of whatever en ze tot een oplossing komen, vinden wij het ook goed. Okay. Alleen, wij delen eigenlijk de zorg van bijvoorbeeld de Nierstichting dat de mensen die er nu mee aan de slag gaan, die zijn er al 10 jaar. Die waren er al die jaren ook al. En ja, het is in al die tijd niet gelukt om het te doen. Dus hoeveel vertrouwen moet er erin hebben dat het nu wel gaat lukken? Ik weet het niet, ik ken het plan niet, dus ik kan het eigenlijk niet zeggen. En het is wel een beetje een probleem dat ze ervoor gekozen hebben om een andere route te kiezen die niet primair in het belang van de patiënt is. Mag ik een aanvullende vraag daarop stellen? Betekent het in het oude plan en het nieuwe plan wat u niet kent, weet u wat de rol van het staatsziekenfonds daarin is en de minister van Volksgezondheid? Bent u daarvan op de hoogte wat er gebeurd is nu de politiek zich daarmee is gaan bemoeien? Nee, ik moet eerlijk zeggen niet. Kijk, wij waren zeg maar in gesprek met het staatsziekenfonds over, laten we zeggen, het financieren. Het enige wat bij ons nog ontbrak is het akkoord van het SZF om de kosten, zeg maar, van de transplantatie, zoals wij dat zouden doen, om dat te halen uit de besparing van de dialysekosten. Dus als iemand niet meer hoeft te dialyseren, blijft er geld over van de dialyse. Dat zouden we voor 4 jaar allokeren om de transplantaties van die betreffende persoon te betalen. Nou, dat plan hebben we gepresenteerd voor ze. En wij wachten eigenlijk op een akkoord daarvan. En dat akkoord is nooit gekomen. En wat precies de rol van de staatsziekenfonds en de minister op dit moment is in dat plan. Dat weet u niet. Ik weet het niet. Wij zijn nogmaals, ondanks het feit dat we intensief contact hebben gehad met alle stakeholders op dit moment, zijn we door niemand op de hoogte gebracht, officieel, van dat er een ander plan komt, dat er een andere route bewandeld wordt, wat het plan is en of wij daar überhaupt een rol in willen spelen, ja of nee. Dus wij zijn in feite niet betrokken in wat er nu gebeurt. Wij zijn natuurlijk wel nog steeds in contact met alle patiënten en ja, we hebben ook al een plan wat in feite zo uitgerold kan worden. Dus als het nodig is, dan kunnen wij altijd zeg maar ons plan opnieuw uit de kast trekken en snel beginnen. En hoeveel patiënten staan er nu op die lijst? Nou ja, nogmaals, het is nu inmiddels bijna een jaar geleden. Ja. Dat we de mensen gescreend hebben, daar hebben we 11 mensen die geschikt waren. Ja, klopt. In feite gescreend, maar er waren nog meer mensen op de lijst. Er zijn nog meer mensen op de lijst geweest die we gescreend hebben. Daar zijn we eigenlijk gestopt met het doorgaan screenen. Kijk, weet je, dat kost ook allemaal geld. Als je zeg maar de bloedgroepen tribering moet doen, dat moet voor een gedeelte moet dat in Nederland gebeuren. Daar zijn hoge kosten aan verbonden. Ja. Het doet me heel erg pijn om dit te horen. Ook omdat ik weet dat de wachtenden op de lijst dat dringend nodig hebben. En dat de Nierstichting uiteindelijk ook aangeeft dat transplantatie beter is dan dialyseren. Dus ik begrijp niet waarom meneer Santokki, want ik heb begrepen bij de presentatie dat president Santokki zich hard heeft gemaakt voor de organisatie en het project waarin u ook participeerde. Dus ik begrijp het niet. Nou ja, kijk, wij hebben altijd het fiat gehad van de president. Ja. En voor zover ik weet staat hij nog steeds achter ons. Alleen, laten we zeggen, in de echelons daaronder zijn er mensen met andere ideeën. En daar vanuit de regering is er uiteindelijk een ander besluit genomen op basis van, ja, ik weet niet welke argumenten, maar ze menen dat ze het anders moeten doen. Dat is natuurlijk hun recht. Maar waarom? Ja, ik weet niet. U moet het aan zichzelf vragen. Ik weet het niet. Nou, moet ook iemand vragen. Ja. Meneer Omrozing, de Nierstichting heeft in het persbericht de minister in gebreken gesteld, zeg maar. Dat is nogal wat om dat zo zo bout te verkondigen. Dus in feite heeft de minister, heeft hij gefaald in deze kwestie?
Nou ja, weet u, kijk, er zijn natuurlijk, er is een overeenkomst getekend in december, waarbij er een aantal beweringen zijn gedaan. Ik ben daarvan niet zo in detail op de hoogte, maar als ik het goed begrepen had, zouden er medio februari in feite, zouden ze al begonnen zijn. Ja. Dat is duidelijk niet gehaald. Ja, wat nu het volgende, dus dat is eigenlijk waar de Nierstichting aan refereert. Zij stellen eigenlijk van, ja weet je, we hebben eigenlijk slecht vertrouwen in deze organisatie en dat blijkt nu weer dat ze iets toebeloofd hebben wat ze nu weer niet waargemaakt kunnen hebben. En dat is eigenlijk wat de Nierstichting in feite beweert, ja. Ik kan ze daar geen ongelijk in geven. Ja, maar wat zou er nu moeten gebeuren om de zaak vlot te trekken? Nou ja, nogmaals, ik kan het u niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen wat wij kunnen doen. Maar ik kan dus niet zeggen wat... kijk, ze hebben een plan gemaakt wat ze nu aan het uitvoeren zijn. En ik weet niet in welk stadium ze zijn van het plan en wat ze moeten doen om snel al tot de resultaten te komen. Daarvan ben ik er niet op de hoogte. Dus degenen die daarbij betrokken zijn, die kunnen die vragen beter beantwoorden. Kijk, de nefroloog Amar Kunwasi, die is gepresenteerd in december als degene die het project zou trekken. Ja, en dat vonden wij vreemd, omdat wij toen al wisten dat hij zou vertrekken naar Curaçao. En dat wisten degene die hem gepresenteerd hebben, te trekken van het project ook. Dus wij vinden dat een beetje een rare manier van presenteren. Als je weet dat die man die het plan gaat trekken, die jij presenteert als de trekker van het plan, vertrekt. Ja, die kan dus niet het plan trekken. Dus wie nu wat precies doet, ik ben er niet van op de hoogte. En daarom nogmaals, ik kan niet zeggen wat er moet gebeuren om dat plan tot uitvoering te brengen. Dat zal de betrokkenen moeten doen. Alleen ik weet ook niet wie dat zijn. Ja, ja. Maar worden de patiënten op dit moment, de mensen die op de wachtlijst staan, door wie worden ze geïnformeerd? Nou, kijk, wij hebben contact gehouden met die patiënten die bij ons, zeg maar, die wij gescreend hebben. Dus wij houden contact met hun. Wij weten dat er geen contact is. Dat wil zeggen dat die betreffende mensen geen contact hebben gehad met de nieuwe organisatie. Behorens twee mensen die via een WhatsApp even wat berichten mee hebben gehad, maar die hebben geen fysieke consultatie gehad bij wie dan ook uit die organisatie over een eventuele niertransplantatie. Dus er is, voor zover we weten, de mensen die wij toen gescreend hebben, is er geen contact geweest met, iemand vanuit een nieuwe organisatie die met hun over niertransplantatie heeft gesproken. Dus ook daar maakte de Nierstichting een punt van dat er dus geen slechte informatie is. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Mm-hmm. Dat is voor een patiënt natuurlijk vreselijk. Ja. En het feit dat de Nierstichting dus nu aan de bel trekt, betekent het dat, dus, ja, dat men daar in feite ook met de handen in het haar zit. Men ziet ook geen mogelijkheid om dit in Suriname vlot te trekken. De autoriteiten, in dit geval de minister, die heeft nog geen concrete stappen ondernomen om de problemen die hier om de hoek zijn komen kijken, om knopen door te hakken, zeg maar. Is het een kwestie van competentie, meneer Omrousing, dat de minister daartoe, zou de minister daartoe in staat kunnen zijn? Ja, weet u, kijk, er zijn een aantal conclusies die moet u zelf trekken, maar wat ik constateer is dat de Nierstichting als belangenvereniging voor de patiënt, ja, zeg maar, dit niet meer accepteert. Die ziet dat er, dat is natuurlijk iets wat in de Surinaamse samenleving steeds duidelijker wordt. Is als je me iets belooft, dan moet je het ook doen. En dat is natuurlijk een beetje eigen aan de politiek, dat er veel wordt beloofd, maar weinig wordt gedaan. En voor de gezondheidszorg is het natuurlijk heel direct. Als mensen niet de zorg krijgen voor hun nieren, als ze niet gedialyseerd kunnen worden, gaan ze gewoon dood. Ja. Weet u, dat is vrij hard. Het gaat niet over of ik verdien minder geld of ik heb 2 dagen geen eten. Je gaat gewoon dood. En dus dat is ook iets waar we ons ernstig zorgen over moeten maken. Dat, dat er moeten oplossingen komen die snel tot resultaten leiden. Hm. En dat denk ik ook terecht dat de Nierstichting zich daar zorgen over maakt en die ook uitspreekt.
daar kan ik ze geen ongelijk in geven. Ja. Tot slot, ik zou het van u, en zeker, ik wil u ontzettend bedanken dat u dit heeft, op deze manier heeft aan ons duidelijk en onze luisteraars duidelijk heeft gemaakt. Wat zou de oproep kunnen zijn, want ook in Suriname wordt er hiernaar geluisterd. Wat zou de oproep van u kunnen zijn om het vlot te trekken, dat de patiënten niet de dupe worden van deze situatie? Nou ja, kijk, ik denk dat er... weet u wat het vlot trekken is? Kijk, wij hadden een plan die in feite nu het probleem opgelost zou hebben. Dat wil zeggen, we zouden al bezig zijn. Dus als dat gebeurd was, dan hadden we dit probleem niet gehad. Om het vlot te trekken, dat zal vooral afhangen van hoe ver de mensen in de nieuwe organisatie zijn om tot uitvoering te komen. En het enige wat ik kan zeggen is dat onze organisatie doorgaat met het leveren van zorg in dat hele pakket. Hè, want het is dus niet wat ik u net zei, nierfalen is, je moet zorgen dat we iets aan preventie doen. Wij gaan proberen ook aan de dialysecapaciteit iets te doen. En we gaan ook proberen om de mensen die aan de dialyse zijn en problemen hebben met hun shunts, dus de toegang om te dialyseren te helpen. Daar zijn ook wel problemen. Dus wij gaan door met ons werk daar. En ons plan, zeg maar, voor niet-transplantatie, dat hebben we voor stand-by. Dat kunnen we zo in feite weer optrekken. En dan kunnen wij in relatief korte tijd kunnen wij dat werkend hebben. En, dus als er een beroep wordt gedaan op uw organisatie, dan zou uiteindelijk een soort samenwerking kunnen ontstaan waardoor die nieuwe groep samen met u uiteindelijk de patiënten tegemoet komt. Ja, tuurlijk. Wij zijn altijd voor samenwerking. Dus in principe horen wij graag hoe wij kunnen helpen daarin. Wij hebben onze, in ons plan hebben we daar wel heel duidelijk idee over. Die hebben we al gepresenteerd. En nogmaals, dat plan kunnen wij zo uitvoeren. Oké. Okay. Ja. Ten slotte, meneer Oemrausing. We weten hoe de zaken in Suriname gaan. We zijn geen vreemden in Jeruzalem. Is het een geldkwestie? Willen mensen geld toegestopt krijgen om dit plan eigenlijk vlot te trekken? Nou ja, in ieder geval die ervaring hebben wij niet gehad. Het probleem is ook niet een financieel probleem. Mm. De tegenwerking komt vooral omdat er, laten we zeggen, gevestigde belangen uit balans raken. Laten we het maar even zo noemen. Ja. De mensen in de regering, ik wil niet zeggen de hele regering, maar er zijn een aantal onderdelen, zeg maar, die hebben gekozen om die belangen, laten we zeggen, zwaarder te laten wegen dan de belangen van de patiënt op dit moment. En dat wil zeggen dat, dat zij nu iets gaan doen wat al 15 jaar geprobeerd wordt en nog steeds niet gelukt is, maar nog steeds kennelijk van mening zijn dat ze het zo zelf moeten doen. En de belangen zijn de belangen van het academisch ziekenhuis? Nou ja, dat zou je zo kunnen noemen. Er is een idee dat de monopolie daar moet blijven bestaan. Ik denk dat dat een slechte ontwikkeling is. Slecht is voor de zorg in Suriname. Ik denk dat de decentralisatie van zorg een goed idee zou zijn. Van een aantal dingen en dat je dus specialisatie kan hebben van verschillende onderdelen in verschillende ziekenhuizen in Paramaribo en dat je niet alles op één plek moet concentreren waar het academisch ziekenhuis eigenlijk een hele belangrijke en goede functie vervult, maar eigenlijk de taken die ze nu hebben nauwelijks nog kunnen uitvoeren omdat ze zelf al een beetje bijna uit hun voegen barsten van het werk wat ze hebben en wat ze moeten doen. Dus als je nog je functie erbij wil hebben en je wil alleen maar hebben om het hebben, ik weet niet of dat nou primair in het belang is van de patiënt. Met andere woorden, kijk, de belangrijkste argumenten, die worden aangevoerd, is dat het aan academie, dus het moet daar, want het is
complexe zorg, zoals dat genoemd wordt, de tertiaire zorg, met het ingewikkeld woord. Dus het moet dan daar, er zouden zeg maar sprake zijn van ja, dat het Vincentiusziekenhuis niet geschikt is omdat de infrastructuur er niet was, weet u. Ja, dan wil ik die mensen verwijzen naar toen wij in 98 begonnen, naar hoe het Academisch Ziekenhuis Paramaribo er toen bij lag. Toen was die inzet de scheer er niet, toen was de operatiekamer anders, toen was de hartkatheterisatie er niet. Wij hebben als organisatie toen ook ervoor gezorgd dat de infrastructuur er komt. Want wij zijn natuurlijk ook niet achterlijk dat we ergens in de omgeving gaan werken waar de infrastructuur niet voldoet. Dus dat hebben wij ook beloofd en dat zouden we ook doen. Als wij daar gaan werken, dan is er een infrastructuur die gewoon geüpgrade wordt. Ja. En het grote voordeel daarvan is dat er dan in Paramaribo Noord ook gewoon een ziekenhuis is waar je meer en zeg maar betere zorg kan gaan bieden. Daar profiteren meer mensen van. Okay. Dan alleen maar te denken aan van, nou ja, laten we alles maar in het AZ. Ja, meneer Oemrozing, we moeten echt een punt zetten achter het gesprek. We zijn over de tijd. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja. Ja, luisteraars, dat was de heer Oemrozing over de problematiek van de niertransplantaties in Suriname. We gaan even pauzeren en na de pauze zijn we terug. Tot zo.